Thank you.
Pianoquartet, Tuchel voor Tsarknes 478 van Wolfgang Amadeus Mozart, hier live gespeeld. De pianist Sunok Kim, Kang Viool, Amichai Grosz Alt Viool en Jens-Peter Mainz Cello. En dat openingswerk van dit concert rechtstreeks vanuit de grote zaal Lief Vredenburg tijdens het Internationaal Kamermuziekfestival Janine Jansen, editie 20. En daar komen ze het podium op. Janine gaat staan, Sterkertet gaat zitten en natuurlijk ook pianist Denise Kozulkin gaat zitten. Boris Brovtsin was nog even zoek, maar die is er nu ook bij en ze gaan buigen. En dan gaan we naar die wereldpremière van Poème Elegiaque. Thank you.
Thank you.
Ja, de wereldpremière van Poème Elegiac. Ik kijk ondertussen naar Janine. Die kijkt de zaal in, duister in en ze omarmen. Ze hebben elkaar gevonden, want ze was op zoek naar Richard Dubuyon, de componist van dit werk. We hebben net de wereldpremière meegemaakt. Poème Elegiac voor solo viool, strijkkwartet en piano. En de componist gaat alle muzici af. Dat is wel voordelig als het een kamermuziekensemble is, dus een... Je niet zoveel mensen te knuffelen, maar toch wel een stuk of zes. En nog even
Daniel Blen durft een knuffel geven. En de handen gaan richting Janine van componist Richard Dubuyon. Maar in die handen die hij opensperrt, de armen die hij opensperrt, komen nu de bloemen, een groot boeket bloemen, als dank voor zijn nieuwe muziek hier op het festival, het International Kamermuziekfestival Utrecht. Janine geeft ook nog een hand aan iemand onderaan het podium, een van haar grote fans. Volgens mij is dat Olivier Vaucat, die is ook gewoon mee naar beneden gekomen, directeur van het festival van Sion in Valais, kanton in Zwitserland. Zomerfestival, eigenlijk een zusterfestival van dit Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht. En komend jaar is Janine daar dus co-artistic director, samen met Pavel Vernikov, ook een violist.
Thank you.
Evena Andaluza van Joaquin Turina Sextet voor alt, viool, piano en strijkkwartet. Timothy Ridout, alt, viool. Boris Brof, Tim Karajumekang, viool. Tim Roulay, alt, viool. Daniel Blendel, cello, strijkkwartet. En dan pianist Denis Kozouk in deze sfeervolle muziek van de Spaanse componist Joaquin Turina. En ik sta hier nog even backstage tussen de muzici. Die gaan nog even het podium op. Er was al behoorlijk wat geknuffel backstage. Vooral felicitaties richting Timothy. En er mag terecht meer van het applaus worden genoten. Bij deze uitvoering van dat minder bekende werk van misschien wel een minder bekende Spaanse componist Joaquin Turina. Buiging voor het publiek. En ze komen weer hier beneden bij me langs.
Thank you.
Wauw, wat een gepassioneerde uitvoering van het pianotrio van Maurice Ravel. Hier live in de grote zaal van Tivoli Vredenburg. Door Janine Jansen, viool, Torlef de Deer, cello en Denise Kozoukhin, piano. En ze vielen elkaar al in de armen. Die vier delen van dat pianotrio 1914 van Maurice Ravel. En ze komen vast nog terug op het podium. Voor meer applaus. Staande ovatie. Ja hoor, daar zijn ze. Janine Torlijf en Denise. Janine links voor de kijkers. Torlijf met zijn cello in het midden. En daarnaast Denise Kozoukhin. Een mooi besluit van dit live gedeelte van dag 3, de voorlaatste dag alweer van het Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht, het festival van Janine. 20e editie, veel om te vieren. Niet alleen de prachtige muziek, het feit dat ze dit hele festival heeft geprogrammeerd en ook de komende jaren zal doen, maar ook die vriendschap met componist Richard Dubuyon. Die werd gevierd met de wereldpremière van zijn werk Poème Élégiaque, speciaal voor Janine geschreven. En die vriendschap blijft nog jaren duren. Wederzijdse bewondering. En dat geldt ook voor de muzici hier weer op het podium terug. En dat geldt denk ik ook voor het publiek. Wederzijdse bewondering ook van Janine richting het publiek. Niet alleen hier in de zaal van Tivoli Vredenburg, maar ook meeluisterend via NPO Klassiek. Want ze houdt van ons, dat heeft ze al verschillende keren gezegd. En het is mooi om je dan helemaal thuis te voelen. Periode tussen kerst en oud en nieuw hier op dat festival. Vanaf publiek wordt ook nog iets aangeboden aan Janine. De fanbase is goed vertegenwoordigd. En ik ga je alvast even meenemen naar morgen. Morgenavond zijn we er ook weer. Dan vanaf 7 uur live op NPO Klassiek. Dan onder andere het strijkquintet nummer 2 van Felix Mendelssohn en het pianoquintet van César Franck. En dat is het slotwerk. Echt een van de favoriete werken van Janine, moest dit jaar gespeeld worden, verzekerde ze ons. Dat allemaal dus morgen in het avondconcert Avrotros op NPO Klassiek.